En zo lang wacht ik dus al om dit allemaal open te maken. Toen ik voor het eerst iedereen zag lopen met dispensers, dacht ik, ik vind het een beetje raar. Er staat ook op happy unboxing. Hey, wacht eens even. Dit is niet wat ik heb besteld. Ze hebben mij het verkeerde opgestuurd. Dit vind ik gewoon echt niet mooi. Hey, Ant, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb echt onwijs veel zin om deze video op te nemen voor jullie. Er staat al de hele week zo'n stapel pakketjes op mij te wachten. En vandaag kan ik eindelijk de pakketjes allemaal openmaken. Je kan je ook zeker abonneren op mijn kanaal mocht je dit soort shoplogs video's leuk vinden. En ook staan er al een heleboel van dit soort video's op mijn kanaal. Mocht je mij ook heel erg willen helpen om te groeien met mijn kanaal, dan zou ik het heel leuk vinden als je eens even zou commenten en een likeje achterlaten. Goed, dan denk ik dat we eindelijk kunnen beginnen. Ik heb een tijdje geleden voor Black Friday een video opgenomen en die heb ik al geüpload op mijn kanaal. Mocht je die nog niet hebben gezien, dan kan je op het i'tje klikken. Ik denk hier. Ik ben er zo slecht in. Daarin ga ik samen met jullie shoppen voor de leuke dingetjes die ik vandaag voor jullie ga uitpakken. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon het eerste beste pakken wat ik zie. En dat is namelijk een pakketje van de H&M. Het pakket is al open. Ik heb de blouse ook al aangehad. En dat is echt het enige wat ik heb uitgepakt. Want ik wilde echt super, super, super graag die blouse aan. Want ik wist dat erin zat. Ik had hem echt besteld omdat ik super lang al zo'n satijnen blouse wilde. Dus ik heb hem gisteren al uitgepakt. En hij is alweer gekreukt, want hij heeft vannacht op mijn stoel gelegen. Ik zocht dus echt al heel erg lang zo'n hele mooie satijnen blouse. En ik heb hem gevonden. Ik heb hem ook in een L besteld. En eigenlijk zou ik normaal gesproken nooit een L bestellen. Volgens mij was het zo dat ik een M in mijn mandje had zitten, omdat ik hem dan nog iets groter wilde. Die was uitverkocht, dus ik moest toen wel een L nemen of een andere kleur. Maar deze kleur vond ik juist wel heel erg mooi. Waardoor ik dacht, nou ja, zo'n soort blouse, als die wat groter zit, dan is dat helemaal niet erg. Dan vind ik dat juist wel heel erg leuk vallen. Dat is mijn eerste Black Friday aankoop. Nou, eigenlijk niet, want hij was helemaal niet in een korting. Ik doe even de aanbeelden in de spiegel in plaats van voor de camera. Iets makkelijker te laten zien. Hij zit een partij lekker en ik vind hem echt super fijn. Ik stel hem zelf liever in mijn broek, maar hij is namelijk best wel lang, zoals je kunt zien. Ik vind dat zelf ietsjes minder. Nou ja, het kan op zich ook wel, maar hij is echt, hij is super lang. Zo zie je een beetje hoe een L valt bij mij. Als ik normaal gesproken zeg maar SM ongeveer heb. Maar ik vind hem echt super mooi. En je kan eventueel ook het knoopje zeg maar zo doen. En als je deze een beetje zo naar achter doet, valt hij dus zo. En dat vind ik dus ook heel erg mooi. Dan zit het hier dus iets korter en dus hier wel heel lang. Maar ik vind zo, als hij zo een beetje valt en het hier wat bloter is, vind ik dat ook echt super mooi. Heel leuk voor foto's. Heel leuk voor etentjes. Dan ga ik door met mijn Vinted pakketjes. En daar wil ik eigenlijk even nog één ding over zeggen. En dat is namelijk dat ik nog één pakketje mis. En volgens mij is dat het pakketje waar ik het tasje op besteld en de flared jeans. Ja, hij heeft vertraging en ik wil geen heel graag deze video opnemen. Nu laat ik in ieder geval de andere pakketjes zien. Oh, trouwens, ik denk dat ik weet wat het is. Volgens mij is dit de witte blouse. Ik vind het wel leuk, want als je de vorige video hebt gezien, dan weet je ook precies over wat voor items ik het heb. Oh, wat de hel. Het is katoen. Of zo. Nou, het is dus een mannenblouse. Ik heb best wel veel blouses besteld volgens mij. Dus ik heb die satijnen blouse, deze witte blouse. Ik heb ook nog een zwarte blouse. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon een blousestof was. Het lijkt wel op een soort van, ik weet niet zo goed. Ik weet niet hoe ik het echt een beetje goed moet uitleggen. Ik vind hem, ja, ik heb geen idee. Want het is ook een mannenblouse. Dus ik weet helemaal niet hoe dat staat. Nou heb ik ook wel eens blouse aan van mijn vriend. Die is zelf echt 2 meter. En dat is dan een L, dus die pas ik ook. Maar deze ziet er ook best wel groot uit. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Ik had het dus eigenlijk gekocht voor onder zo'n Spencer. Maar ja, ik ben eigenlijk echt heel benieuwd hoe dit gaat vallen. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet stylen. Misschien wel gewoon zo. Maar ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi zitten. Ook zonder Spencer. Het is echt een hele lekkere dikke stof. Dus ook gewoon voor de winter zou dit gewoon echt een prima outfit kunnen zijn. Hij valt gewoon mooi. Hij is in een M, dus het is een herenblouse. Hij is gewoon van H&M volgens mij. Ik heb dus helemaal niks zoals dit in mijn kast liggen. Dus ik ben heel blij dat ik dat dus nu wel heb. Door naar het volgende pakketje. Deze heb ik, oké, ik ga hem eerst even uitpakken. Deze heb ik niet besteld in de shoplog, maar die had ik daarvoor al besteld. En ik dacht, nou ja, dat doe ik hem maar gewoon bij de shoplog erbij. Het is namelijk gewoon eigenlijk een heel chill vest. Het is zo'n bruinige kleur. En ik dacht, het is gewoon echt heel comfortabel, want ik heb helemaal niet van zulke soort vesten die je gewoon even in de ochtend gewoon even aandoet. Als je gewoon een spijkerbroek aan hebt en een badjas is te warm of zo. Nou ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon chill om zo'n vest ook te hebben. Ja, er staat eigenlijk helemaal niet voor waarvan het is. Er staat geen kaartje, misschien is het al zelf gemaakt. Er zit een zak in, zie ik nu. Oh, nou, ik ben echt blij eigenlijk hiermee. Ik denk dat het echt super comfortabel is, want hij voelt echt super lekker aan. Jongens, dit is het vest en hij past me echt precies. Hij zit echt zo comfortabel. De mouwen zijn echt perfect. En ik vind hem ook nog eens echt heel erg leuk. Ik vind een lekker kleurtje, hij zit echt super comfortabel. Oeh, ik ben er echt blij mee. Ik vind hem echt super leuk. Nu ga ik even nadenken. Wat wil ik nu openmaken? Wil ik Shein, Stradivarius, ASOS, Pull&Bear. Ik heb echt zoveel gekocht. Oh mijn
hot. Oké, ik ga maar beginnen bij Shein, denk ik. Want ik denk dat daar het meeste in zit. Het is geen doos, het is gewoon een zak. Dus ik ga hem even openmaken. Oh, er zit zoveel in. Ik vind het zo leuk. Jullie willen niet weten hoe snel deze pakketjes er allemaal waren. Maar dan die van Shein duurt dan 1,5 weken om binnen te komen. En zo lang wacht ik er zo om dit allemaal open te maken. Dus ik ben echt vet blij dat ik nu al nog 1 voor 1 allemaal in 1 keer kan openmaken. Het is gewoon alsof ik jarig ben. Goed, dit is denk ik de blouse die ik als eerste pak. Hij is zwart. Ja, ik heb dus helemaal geen blouse. Vandaar dat ik ook in 1 keer op een blouse spurt was. Hier, ik heb deze in een maat L ook. Waarom doe ik dat allemaal? Allemaal een L, expres. Dus deze is net zo groot als die satijnen blouse. Dit is dus een zwarte grote blouse. Oh ja, ik had deze dus ook gekocht voor onder een Spencer, denk ik. Maar ik heb alleen maar van die strakke Spencers gekocht. Niet van die losse. Dus ik moet even kijken hoe dat zal zitten. Maar goed, in ieder geval lekker een blouse is altijd goed, weet je. Want ik heb het dus helemaal niet. Dan is het gewoon goed om dat te hebben, lijkt mij. En dit is een zwarte blouse. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal als met de satijnen blouse. Hij valt echt precies hetzelfde. Oh, deze knoopjes moeten even dicht. Maar goed, ik vind het, ja, ik vind het heel leuk. Hij is lekker lang. Ik heb dus hier ook weer de blouse in mijn broek gedaan. Anders valt hij zo. Dit is ook leuk. On to the next thing. En ik weet wat het is. Dit is dus een vestje. Net zoiets als eigenlijk wat ik nu aan heb. Maar dan in het paars. Want mocht je mij langer kennen dan vandaag. Ik ben gek op lila en paars. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dit zal vallen. Ik had wel een stofje, moet ik zeggen, iets dikker verwacht. Het is dus zo'n vestje. We kennen ze allemaal wel. Ik heb er nu ook een aan, maar dan van een hele lekkere zachte stof. Deze is van de Bershka trouwens, mocht je dat afvragen. Ik zal de prijzen trouwens ook allemaal in de beschrijving zetten en in beeld. Want ik weet het, ik heb het natuurlijk online besteld. Dus ik weet niet meer zo goed hoe duur alles was. Ik hou echt van zulke dingen. En de kleurtjes vind ik ook super leuk. Ik zie ook dat de mouwtjes een beetje poofy zijn. Dit is dus het vestje. Hij valt prima. Met zo'n hoge broek zie je helemaal geen buik. Dus dat is fijn. En de mouwtjes zijn poofy. En dat vind ik echt heel leuk. Oké, dit is de Spencer. Ik moet eerlijk toegeven. Toen ik voor het eerst iedereen zag lopen met die Spencer, toen dacht ik, ik vind het een beetje raar. Maar ja, dan zie je het heel vaak. En gaat het steeds meer in je hoofd zitten. En toen dacht ik, nou ja, ik wil het eigenlijk gewoon heel graag proberen. Dus ik heb een Spencer gekocht. In het blauw. Ik zat te twijfelen. Zou ik lila doen? En toen dacht ik, nee, ik moet nou echt even ophouden. Ook even wat andere kleuren in mijn kast doen. Dus vandaar deze blauwe Spencer. Ik ben niet zo'n fashion expert. Dus geef me zeker tips over hoe ik zo'n strakke Spencer leuk kan stylen. Want ik ben echt super benieuwd. Alles wat ik eigenlijk koop is maat M. Tenzij ik het groter wil hebben, dan doe ik L. Als ik wil dat het groter valt. Ik bestel eigenlijk nooit S. Want dan zit het net iets te strak of zo. Dus beter iets te groot dan te klein. Nou, dit is de Spencer met de zwarte blouse. Ik weet het niet, maar ik weet überhaupt gewoon die Spencers. Ik heb het nog nooit gedragen. Ik vind het een beetje heel netjes staan. Misschien moet ik het natuurlijk even doen met een andere broek of zo. Niet met zo'n flared broek. I don't know, man. Not sure. Ik zou het fijn vinden als jullie even laten weten wat jullie van deze Spencer vinden. En hoe ik dit moet combineren. Ik heb het al voor de 2e keer gezegd, maar ik weet het gewoon echt niet. Hoe draag je dit? Zonder iets eronder staat hij zo. Nou, misschien kan ik het nog met een t-shirt of zo proberen. Voor de lente is dit misschien ook wel leuk om gewoon zo te dragen. Ik moet er nog wel even aan wennen, in ieder geval. Door met het volgende. En, oh ja, nu ik het zo zie, twijfel ik een beetje of ik wel de juiste kleur hiervoor heb gekozen. Het is namelijk iets roods. Het is een soort jurkje, kotra jurkje. Er moet sowieso een riempje om, anders laat je echt op een aardappelzak. Ik kan het ook heel slecht laten zien zo. Maar het is dus een jurkje. Ik draag eigenlijk altijd gewoon een broek met een trui. Super simpel. En ik denk, ik moet echt even iets gekkers doen nou. Ik moet gewoon lekker een soort truijurk kopen. Dus ik was er heel lang al naar op zoek. En nu met Black Friday dacht ik, weet je wat? Ik heb er zoveel schijt aan. Ik ga het gewoon kopen. Ja, ik wil me eigenlijk gewoon heel graag passen. Dus dat ga ik zo meteen ook gewoon gelijk doen. Oké, ik heb het jurkje aan. Even met een broek eronder, want dit is echt geen jurkje. Dit is veel te kort. Nou ja, als je ervoor gaat, dan kan het wel. Maar echt, hier begint de opening van mijn benen. En dit stukje is dus het enige wat dat tegenhoudt. Verder vind ik het wel, zou ik het wel leuk vinden, maar ja, die cool, het is ook niet helemaal mijn ding. Het zit wel lekker, maar het is een denk ik net niet helemaal. Ik heb wel even een riempje erbij gedaan, maar eigenlijk zou ik hem liever dus nog meer willen oppoeven zo. Maar ja, dan is het al helemaal geen jurkje. Dus het is eigenlijk meer echt een trui. Ik vind Shein altijd zo goed om terug te sturen. Nou, dit is helemaal strui. Het valt een beetje tegen. Ik vind het een beetje jammer, denk ik. Oké, ik heb nog iets. En toen ik het uitpakte, wist ik even niet meer wat het was. Eigenlijk met dezelfde reden als dat jurkje wilde ik gewoon even iets anders. En toen zag ik dus dit rokje. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die staat. En met wat ik het eigenlijk ook moet stylen. Misschien is het zelfs wel leuk met de Spencer. Nou, misschien is dat een beetje gek. Het kan
kan misschien trouwens ook wel leuk zijn met wat ik nu aan heb. Nee, ik weet het niet. Ik moet echt even kijken. Ik heb er zo weinig verstand van. Nou, dit is het rokje. Hij zit iets minder strak dan ik had gewild. Maar ik had het mooier gevonden als hij zo zat. Maar hij zit zo. Ik vind het verlies stampen een beetje waarom. Ja, ik vind hem op zich zo met zo'n topje erbij. Ik vind het wel cute met een panty erbij. Maar ik zou het gewoon niet heel snel dragen of zo. Maar om nou te houden, ik weet het niet. Ik was over een bepaald bedrag heen en toen kreeg ik een gratis toilettas. Ik vind hem eigenlijk best wel groot. Ik dacht eigenlijk dat het zo'n klein dingetje zou zijn. Maar oprecht, ik ben hier best wel blij mee. Nou, ik vind hem echt leuk. Dat was Shein. Oh, mijn kamer is echt nu al een bende. Het is deze Stradivarius doos. Er staat ook op Happy Unboxing. Dat vind ik leuk. Oeh, alles dit gepland voor mij. Oh, alles valt eruit. Alles valt eruit. Kijk, dit is wat je allemaal ziet. Er zitten dus dingen ook niet in plastic, wat ik eigenlijk wel heel leuk vind. Hey, wacht eens even. Dit is niet wat ik heb besteld. Dit lijkt dus niet wat ik heb besteld. Ik had een velvet bralette besteld. En dit is niet velvet, dit is gewoon fully kant gewoon. En daar hou ik niet van. Ze hebben mij het verkeerde opgestuurd. Want dit vind ik niks. Dit hier hou ik niet van. Dit is in ieder geval gewoon niet wat ik heb besteld. Dit vind ik gewoon echt niet mooi. Dan gaan we maar door met iets wat wel mooi is. En dat is dit topje. Het is dezelfde stof als wat ik nu aan heb. En oh, wat vind ik het leuk. Het voelt echt lekker. Het zit echt super lekker. Het is maat M. Zoals ik al zeg, alles wat ik normaal koop gewoon een maat M. Oh, dit lijkt me echt super comfortabel. Hier ben ik echt heel blij mee. Oh mijn god, jongens. Dit topje. Oh my god. Hij zit echt zo lekker. Kun je de stof zien? Dit is echt amazing. Het zit zo lekker. Het zit zo mooi. Het sluit zo mooi aan. Het zit nergens ruimte over. Hij zit echt perfect. Echt zo leuk. Dan dit. Dit is paars. Obviously. Oh, en wat voelt hij lekker. Oh, ik vind deze echt super leuk. Het is een kabeltrui. Zeg ik dat goed? Een soort van. Ja, een soort van kabeltrui. En hij is paars. En hij heeft een kooltrui. En daar hou ik echt ontzettend van. Het is echt super comfortabel. En heel leuk. Ik wil hem echt heel gauw passen. Ik weet nog niet zo goed wat het deal is met deze kool. Hij is heel breed. Net als de trui zelf. Maar ik vind deze trui echt super lekker zitten. Hij zit zo warm en comfy en lekker groot. En ik vind het kleurtje ook echt heel leuk. I'm a fan. Dan zitten er nog twee dingen in. En ik ga beginnen met wat ik gewoon graag zou voelen. En dat is dit tasje. Ik zag de grotere versie van deze tas. En toen dacht ik, oh, dat wil ik echt heel graag voelen. En toen zag ik dus dat er ook een kleinere tas van was. En dat is dus deze. Hij is zilver, wat ik ook leuk vind. En hij heeft verder volgens mij geen zakjes. Oh jawel, hij heeft aan de binnenkant van de tas heeft nog een ritje waar je dan je pasjes in kan doen. En hij is gewoon heel zacht. En zoals je in deze shop nog kan zien, heb ik een heleboel zachte items. Kijk, heeft zo'n leuk motief erin. En hij voelt super lekker en ik vind het echt heel leuk staan. Ik ben gek op tasjes. Ik heb er super veel in mijn kast liggen, dus deze kan daar ook wel bij. En dan alweer als laatste van de Stradivarius. Alles is al gescheurd. Als ik ook maak. Nou goed. Net als die lila vestje is dit de zwarte versie. Weer zo'n vestje. Ik vind het gewoon echt heel leuk. Maar hij is soort van grijs zwart. En dit is gewoon voor als je een beetje somber voelt. Maar toch een leuk vestje aan wilt. Niet te veel kleur. Gewoon basic. Dan is dit de top. Hij zit super lekker. Ik vind het gewoon, zoals ik al zei, een lekker basic kleurtje. Voor als je een beetje somber voelt. Ik heb hem nu met een zwarte broek aan, die ik al heb laten zien net. Maar je kan hem ook aandoen met een iets donkerdere broek. Zoals deze rode. Dat zal ik zo meteen wel even aandoen. Die zullen jullie zien als ik die broek ga passen. Zometeen. Maar ja, hij valt gewoon mooi. Daarom vind ik deze vestje zo chill. We gaan door met Pull&Bear, denk ik. Want ik denk dat daar het minste in zit. Daar is de zak. Om heel eerlijk te zijn, ik weet eigenlijk niet zo goed wat hierin zit. Ik vind het wel goed eigenlijk dat het erin zit zonder plastic. Het zit er gewoon los in. Het is gewoon een wit topje. En ik hoop eigenlijk dat het niet doorschijnt. Want ik zie wel dit rode ding er doorheen. Ja, het is een wit topje. Wat valt er meer over te zeggen? Hij heeft een soort van collar. Hij zit iets hoger. Dat is wel leuk met een jasje erover of zo. Zoiets. Nou, we hebben hier een topje. En hij schijnt minder door eigenlijk dan ik had verwacht. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En misschien moet ik er ook een iets andere BH onder doen. Want misschien is hij ook iets donkerder voor. Maar ik vind hem echt heel leuk. Hij heeft een lekker schattig colletje. Iets jeukt hier in mijn arm. Volgens mij zit er een kaartje of zo. Nou, moet ik dan zo meteen maar even kijken. Dit zat er. Hij zit mooi strak. Ja, ik ben er echt blij mee. Ik vind hem heel leuk staan. Oh, er zit nog één ding in.
Oh, dit is een broek. Ik heb een broek besteld. Oh ja. Ik had dus een kleine zoektocht naar flared broeken. Ik heb die namelijk helemaal niet. Ik heb één flared broek. En die is van Glitter. Ook van Stradivarius. Maar die draag ik eigenlijk alleen met kerst. En ik wilde, het zit gewoon heel comfy. En ik denk, nou, ik wil wel eens wat anders dan een spijkerbroek. Dus vandaar dat ik deze heb gehaald. In een M besteld. Ik moet echt ophouden nou. Weer een M besteld. Maar het is... Oh, wow. Hij is echt vet lang. Of hij is gewoon heel hoog. Hij komt echt tot hier. Jeetje, dit moet ik echt even passen. Ja, dit moet ik echt even passen. Want het lijkt echt super lang. Ik heb hier de flared broek aan. En hij sluit hier echt heel erg mooi aan. De achterkant ook. Alleen, hij is echt super lang. Hij is echt heel erg lang. Zulke, ik dacht dat ik lange benen had, maar niet zo lang. Als ik op mijn tenen sta, dan raakt hij de grond nog. Maar verder zit hij wel echt super lekker. Dus ik denk eigenlijk dat ik hem misschien wel laten inkorten. Of misschien kan ik dat zelf wel doen. Want dan is hij ook wel iets minder flair. Want ik vind hem wel heel erg flair. En ik weet, dat hoort, dat hoort. Hij is nu echt, ik ga nu echt, je ziet mijn voeten niet eens. Maar verder vind ik hem echt heel mooi. Dan zijn we aangekomen bij het laatste pakketje. Alweer, set, story, set, set, set. En die is van de ASOS. Die voelt iets dikker. Ik weet ook niet meer wat hierin zit. Ah, ik weet het weer. Deze broek. Weer een soort van flair broek. Een stoffen broek. Zeg maar, dan ben je aan het shoppen en dan denk je, oh, ik heb even een ander soort broek nodig. En dan koop je in één keer drie andere soort broeken. Dat is hoe het bij mij gaat. Dus ik heb weer een soort van Bordeaux rode broek besteld. En deze is helemaal, oh, hij schijnt echt heel erg door. Nou, ik moet hem maar even passen. Hij is in ieder geval echt super dun. Maar misschien als je het aan hebt, valt het mee. En ik vond het kleurtje echt super leuk ook voor de kerst. Niet dat er heel veel gedaan gaat worden met kerst. Maar jullie snappen het idee. Ik hoop gewoon dat hij past. Zo, dit is de broek. Ik heb hem nu dus ook aan met deze trui van net. En hij schijnt dus minder door dan ik had verwacht. Dus dat is fijn. En hij is ook wat minder recht dan verwacht. Ik dacht dat hij echt hier niet strak zou zijn, maar gewoon helemaal los, zeg maar. Maar ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik vind hem echt super mooi zitten. Je ziet wel een beetje in mijn onderbroek alleen, maar misschien moet ik er ook een ander onderbroek onder aan doen. Maar ik ben blij dat ik een keer zulke broeken in mijn kast heb zitten. Want ik heb dus alleen maar gewoon spijkerbroeken. Oeh, ik ben blij. Dan het volgende, dat is dit. Oh ja! Dat weet ik nog wel. Oh ja, ik weet ook wel waarom ik dit heb gekocht. Echt om een super, super stomme reden. Als je gaat afrekenen en je zit zeg maar net onder dat budget van gratis verzending. Dan vragen ze, toe als je nog 1 euro extra betaalt, dan krijg je gratis verzending. En dan geef je 7 euro extra uit. En dan heb je alsnog meer betaald omdat je wel verzending zou betalen. Zo is dat hier ook gegaan. Ik heb namelijk van The Ordinary een olie volgens mij gekocht. Het is een doosje. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is of wat het doet. Maar ik heb heel veel mensen gehoord over de Ordinary, dus ik was zelf gewoon erg benieuwd. En hij was niet zo duur, volgens mij 4 euro of zo. Oeh, het ziet er wel echt pretty epic uit. Oh, het is ook voor je haar. Het is dus voor je haar en voor je huid, voor je gezicht. Dit gaan we maar even uittesten. Ik ben echt super benieuwd. Ik vind het wel leuk om zulke dingen uit te testen. Maar heel vaak is het bij mij dat ik zulke dingen uitprobeer of haarmaskers of zo. Dan test ik het 1 keer uit en dan doe ik het nooit meer. Omdat ik het dan vergeet. Ik ben niet zo iemand die dat echt steady kan volhouden, zeg maar. Ik heb hier nog een rose gold foil sheet mask. Ik hou gewoon heel erg van rosé goud. En ik dacht, een rosé goud masker is prachtig. Oké, dus dan zit er nog één ding in. En ik zie het al. Ik ben al helemaal fan. Dat is namelijk deze trui. Ik zal hem weer even uit het plastic halen. Oh, ik vind de kleur echt super mooi. En hij voelt ook echt heel lekker. Kijk, echt super, super comfy lijkt me dit. En ik heb hem in een M besteld. Sorry. En deze trui, oh my god, hij zit zo lekker. Hij zit echt heel comfortabel. Maar deze broek vind ik hem, ik weet het niet. Ik wou zeggen, ik vind hem niet zo leuk, maar zo in de spiegel vind ik hem eigenlijk toch wel leuk. Maar hij heeft allebei, zeg maar, strepen. En dat vind ik dan niet zo mooi bij elkaar passen. Maar qua kleuren zeker. Maar het gaat nu even alleen over de trui. Ik vind dit halsje echt heel erg mooi. Ja, ik ben echt zo blij met allemaal nieuwe dingen. En het is hier zo'n bende. Oké, maar goed. Ik vind het, ik ben echt, zoals je ziet, ik heb helemaal rode wangen van de excitement. Ik ben heel erg blij met al mijn aankopen. Laat mij zeker even in de reacties weten wat jij het leukste item vond. En hoe ik nou die Spencer moet stylen, want ik weet het niet zo goed. Dus als je me kunt laten weten wat jouw favoriete item is in deze shoplog, laat dat dus even onder weten in de reacties. Abonneer zeker even op mijn kanaal als je meer van dit soort video's wilt zien. En dan hoop ik jou heel graag te zien in mijn volgende video. Doei doei!